Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleurkleding, lifestyle en kringlopen. En ik heb hier gekringloopt. Kan niet missen. En zeker nu ik toch wel een grote vakantie heb, heb ik natuurlijk meer tijd om te kringlopen. Maar het is ook nodig. Nou ja, je snapt natuurlijk wel hoe nodig het is, maar toch. Zoals jullie weten ben ik een beetje bezig met het restylen van het huis. En dat komt natuurlijk ook omdat... De laatste jaren is pensionado, die heet niet voor niks zo, die is met pensioen, dus die is thuis. En ik heb juist de laatste jaren ontzettend hard gewerkt, heel veel gewerkt. Dus dan kom je thuis en dan moet de was en de strijk nog gedaan worden. Want dat vertrouwt pensionado niet toe, eerlijk gezegd. Die is daar minder zorgvuldig mee. Die gooit gerust de BH's bij de spijkerbroeken, dus dat gaan we niet doen. Maar dan moet er zoveel gedaan worden dat je niet toekomt aan... Het huis een beetje leuk te maken of te denken, oh, dan kan ik wel eens daar zetten. Of, oh, dat kastje kan misschien wel eens een ander beeldje, een ander vaasje of zo. Ben je gek? Daar kom je allemaal niet aan toe. En ik denk dat er veel van jullie zijn die dit herkennen. En in ieder geval bij mij was het zo. Ik was zo bezig met van alles en nog wat dat er eigenlijk niet bij kon. Maar dan op een gegeven moment, dan kijk je naar je huis en dan denk je, er mag hier wel wat gebeuren. En... de slaapkamer is al gedaan, zoals jullie weten. En de keuken, daar worden de frontjes van vervangen. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dat wordt hopelijk één deze week gedaan. Maar dat weten we nog niet precies 100% zeker. Maar dat laat ik jullie sowieso dan ook zien. Maar ook kleine dingen wilde ik wel gedaan hebben. En onze hal, die zag er echt uit. Ja, kijk... het is net als bij een andere, dus de zakken met dingen die naar de kledingbak moeten, de dingen die terug moeten gebracht worden met de post, van iets wat opgestuurd is en wat niet goed is. Nou, al die dingen, die werden natuurlijk allemaal verzameld in de hal en dat stond daar wel eens en dat ging me toch echt wel vreselijk irriteren. En sowieso wat ik gestyled had, had ik zoiets, mag wel anders. Maar het is met een huisstyling, net zoals met een kledingkast stylen, als je niks hebt, kun je niet stylen. Als je 2 broeken en 3 t-shirtjes hebt, ja, dan is er weinig te stylen. Om te stylen heb je een jasje nodig en accessoires nodig en schoenen en riemen en al die dingen. En eventueel ook nog wat extra kleding. Nou, zo is het met een huis natuurlijk ook zo. Nee, ik praat mezelf goed, hè? Dat snap je natuurlijk ook wel. Want ja, maar ik had zoiets van, ja, ik heb wel van alles in huis, maar er moet een beetje nieuwe inbreng in komen. En het begon natuurlijk met het... de zebralamp. En dat is ook nog een heel verhaal overigens, die zebralamp. Maar daar begon het eigenlijk mee. Dat ik dacht, oh, die is heel leuk voor in de hal en zo. Nou, oké. Dus dat was het idee. Maar ik denk, ja, er moet nog iets bij. Dus ik ben... Dat was mijn eerste ritje naar de kringloop. Heb ik eigenlijk van alles verzameld. En ik zal het gewoon allemaal tegelijkertijd laten zien. En dan zien jullie straks ook... wat ik ermee gedaan heb. En je zult zien dat niet alles wat je nu ziet gebruikt is. Maar je ziet wel dat, dat ik er in ieder geval iets mee doe. Dat ik aan het stylen ben. En dat het ook weer mooier wordt, hoop ik dan maar. Of misschien zeggen jullie, vond het van tevoren veel leuker. Dat kan ook natuurlijk, hè. Dus dat laat ik jullie hierna ook allemaal zien. Maar in willekeurige volgorde. Nou, het kwam eigenlijk, kocht ik deze kip. Omdat ik had bij de kringloop had ik een papier-mâché vogel gezien, ongeveer zo hoog. En het was heel leuk en heel kleurrijk en heel gek. En ik geloof dat die 7 euro was of 7,50. En ik denk, ja, moet ik dat nou wel doen? Dat was slim en wat doe ik er dan mee? En ik laat hem staan. Ja, spijt natuurlijk, ja, hartstikke spijt. En 2 dagen later was de vogel vervlogen. Ja, eigen schuld. Ik had het gewoon mee moeten nemen. Dus ik zag deze kip en ik vond hem leuk. Ik denk, ja, ik laat hem niet staan. Dat ga ik niet doen. Straks heb ik er weer spijt van. Maar dus een kip. En ik kom er natuurlijk mee thuis en zeg, pensionado, waar moet je er allemaal mee? Maar oké, ik heb er 1,50 voor betaald. En ik vind hem gewoon grappig. En misschien is hij leuk voor in de keuken. En als dat zo'n kip en ik zet daar een mandje met eieren naast. Nou ja, kijk, dat is toch misschien wel heel grappig. Nou, in ieder geval, de kip. Dus daarom had ik die eigenlijk gekocht. Voor de rest heb ik heel veel soorten vaasjesachtige dingen gekocht. Kijk, zoals deze. Ja, soort tussen een pot en een vaas. Want je, ja, ik weet ook niet precies. Of je kunt er misschien houten lepels of zo inzetten. Zou ook nogal kunnen. In ieder geval, ik vind hem mooi. En hij is van
de Villeroy & Boch. Dus ook een heel duur merk en hij kost 1 euro. De origineel heeft hij vast veel meer gekost. Maar dat was de eerste. En ik kocht een vaas. Het is een vrij donkere vaas, want meestal kies ik lichte dingen. Maar ik vind het wel een mooie vaas. En de kamer moet ook, het hele huis moet gerestyled worden. En de kamer moet misschien een nieuwe vloer in. Maar voor de rest, geen gekke dingen. De slaapkamer, dat was behoorlijk heftig. Maar voor de rest valt het wel mee. Maar zelfs een nieuwe vaas kan dan heel veel betekenen. En deze vaas was ook 1 euro. Ook bij Vindingrijk in Breda. Nog een vaas. En die heb ik gekocht voor de vorm. Kijk, dat is een hele mooie vorm. Hè? En dat geel van binnen vond ik ook heel erg mooi. Maar die vorm vind ik zo mooi. Kijk, daarom laat ik hem ook zo zien. Dat hij dit zo heeft. En deze, oh, die schat is niet hoog in. 50 cent. En nou, hier staan de bloemen alvast in. Dit is een kan eigenlijk. Kijk, zo, een kan. En dit waren bloemen die uit de eigen tuin, pensionado, die bracht ze mee naar binnen. En ik vind ze wel heel erg mooi. Dus ik heb ze gelijk hier ingezet. Vind ik ook echt een mooie kan. En het prijsje heb ik eronder laten zitten en dat is 1 euro. Maar gewoon ook heel mooi. Dan ziet het ook weer net iets anders uit. Dus deze had ik gekocht. En ja, ik ben nu van de vaasjes, hè. Dus omdat ik geen beesten kan vinden. Dus deze vond ik ook heel mooi. Dit is wel een dure. Deze was van de Emmo's en deze is 7,50. Maar ik vind het wel een mooi vaasje. En het, eerlijk gezegd, het wordt geweldig of het wordt niks. Maar ik heb een schaal in dit groenachtige. Die heb ik een tijdje teruggekocht. Die hebben jullie ook gezien. En misschien is dat leuk bij elkaar. Dus het is een uitprobeersel. En toen vond ik deze. Ja, een soort van soepkom, denk ik. Maar ik vond het zo leuk dat Friends op staat. Vind ik echt heel erg lief en heel erg leuk. Dus die heb ik gekocht en denk, nou, het is sowieso leuk om even een cadeau te geven. En deze is 50 cent. En als nieuw, hè, want ik wil niet dat het er viezig of gebruikt of zo uitziet. Dat is niks. En toen, nou ja, ik zei het al, ik ga de keuken gaan we. De frontjes veranderen. En dan moet natuurlijk alles moet uit de kasten. En dat is wel eens goed. Dan kunnen al die oude bordjes en alle oude bekers en dingen met schilfertjes eraf. Want dat vind ik echt lelijk. Die kunnen allemaal weg. En dat was ik dan ook van plan. En dan ga ik alvast mijn nieuwe bordjes kopen natuurlijk. Dus ik heb dit bordje gekocht. En dit was een duur hoor. Het was 2 euro. En er staat Dalton Everyday. En ja, ik vond hem gewoon heel leuk. En ook mooi en niet gebruikt. Stof zit er gewoon op, niet gebruikt. En dat, daar hoorde bij dit schaaltje. En dit schaaltje was 2 euro, was het bordje nou? Oh, het was ook 2 euro. 2 euro. En dit schaaltje ook. En ja, de stof zit erin, maar verder is het niet vies en niet gebruikt. Maar deze vond ik ook mooi. Nee, is leuk voor in de nieuwe keuken. Zit in de kastjes, zie je niks van, maar oké. Je kunt daar maar eens echt plezier in hebben. En toen heb ik ook nog kleding gekocht. Ja, ik mag van mezelf, omdat er dan iets anders uit moet. Want dat moet ook echt, hè, want anders wordt het gewoon veel te veel. Dat hebben jullie ook door. En daar ga ik ook een filmpje over maken. Ik heb als eerste heb ik dit jasje gevonden. En het jasje is van T.H. Brown. T.H. Brown. Niet van gehoord, maar het is een 100% wollen jasje. Ja, die kleuren, hè. Die kleur staat me gewoon heel goed. En het is zo'n jasje wat je denk ik in de winter binnen zou kunnen dragen. En in het voor- en najaar ook gewoon als buitenjasje. Ik heb natuurlijk meer dan genoeg jassen, maar oké. Als buitenjasje kun je het ook heel goed dragen. Dus dit is een leuk jasje. En ik heb nog een ander jasje gevonden. En dat is een beetje een wildcard. En ik ga uitleggen waarom. Kijk, prachtig jasje. Schitterend. Heel mooi. Het hele zachte... Een prachtige kwaliteit. En het is ook een jasje van Delmos. En het is een jasje. Ja, ik val natuurlijk voor mooie stoffen. 80% wol en 20% zijde. Helemaal mooi. Echt helemaal schitterend. Maar, en dat zag ik pas op het laatste moment. Er zit hier een gaatje in. Een soort van weefgaatje of zo. En nu zit ik dus te kijken van hoe ik dit kan oplossen. En ik zag dat ze bij de HEMA hebben ze ook van dat hele
dunne, tenminste op internet ziet het er dun uit, een soort cartoonbolachtig iets. Maar ik heb dus eigenlijk draadjes, dan waar ik het eigenlijk ouderwets mee kan stoppen of zo, denk ik. En anders doe ik het misschien met gouddraad. Dus dat je het wel ziet, maar dat je het dan ook mag zien. Dat er gewoon een gouddraad iets op zit. Maar ik vond het zo'n mooi jasje. Ja, eerlijk gezegd, als het niet lukt, ja, dat was dan 5 euro. Ja, dat is dan jammer. Maar ik wil het toch wel uitproberen hoe dat het lukt. Omdat ik het jasje zo mooi vind. En omdat ik een rok heb, een plissé rok, een lange, een roomkleurige plissé rok. En er is hier natuurlijk schitterend bij. Dus ik zag het. Ik had het beeld al voor me, ja. En dan wil ik dat wel uitproberen. En omdat het zulke mooie kwaliteit was. Maar voor de rest, ja, ziet er nog schitterend uit. En waarschijnlijk is dat de reden dat degene die hem had, hem weg heeft gedaan. Ja? Dus dit zijn mijn kringloopavonturen. Dus ik laat jullie straks laten zien wat ik met bepaalde dingen gedaan heb en zo. Oh, wacht even, ik ben nog een schaaltje vergeten. Dat moet ik natuurlijk niet vergeten. Ik heb een schaaltje gekocht, zo'n kristallen schaaltje. Daar wilde ik voor in de wc, want die heb ik ook restyled, wilde ik daar zeepjes in doen. En ik vond het ook zo mooi dat er zo'n rekje bovenop zit. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar dat rekje eigenlijk voor dient. Want het past perfect, maar of je er nou bloemen in moet doen, of ik weet het niet. Maar deze was 2 euro. 2 euro. En die heb ik dus gekocht bij de Vindingrijk, bij de Emmo's en dat was bij de Vindingrijk en bij de Emmo's. Bij die twee ben ik geweest. Dus daar heb ik ze gekocht. Dus dat waren mijn kringloopavonturen. En nu mijn andere avonturen. En dat is eigenlijk een het is iets in wording. Dus het ligt er ook nog aan hoe jullie erop reageren, hoe jullie het vinden. Maar behalve dat ik deze filmpjes al een paar jaar maak. En in het begin deed ik het echt zomaar eens een keer. Hè. Ik bedoel, dat stelde weinig voor. Maar nu doe ik het dus echt. Elke maandag 4 uur staat er gewoon een filmpje online. Dat is, dit doe ik echt heel consequent nu. Maar die filmpjes die zijn ontstaan uit iets anders. Het heet niet voor niks Storyvitel. Ongeveer 5 jaar geleden. Misschien wel 6 jaar geleden zelfs. Maakt niet uit. Ben ik begonnen met een blog, omdat ik eigenlijk iets wilde doen voor vrouwen van mijn leeftijd. Omdat ik me heel dikwijls niet herkende in de normale damesbladen. Dus dan heb je Jan Margriet en Libel, die zijn eigenlijk, ja, die zijn een beetje voor mijn leeftijdsgroep, kun je zeggen. Maar dan nog, ik hou natuurlijk van mode, ik hou van leuke dingen, maar voor de rest zijn er inderdaad in die duurdere bladen, zoals de Elle, de Avant-Garde, de Vogue, die overigens niet meer bestaat vanaf deze maand, geloof ik, zijn er natuurlijk zoveel artikelen waarvan ik denk, ja, wat moet ik ermee? En dus toen dacht ik, ik schrijf graag, ik ga een blog schrijven voor vrouwen van ruwweg mijn leeftijdsgroep, dus 50-plussers, en ik ga gewoon verhalen vertellen die mij interesseren, waar ik tegenaan loop, wat ik meemaak, gewoon dingen die voor deze leeftijdsgroep belangrijk zijn. Dus dat denk ik dan. En dus over familie, over eten, over mode. Ook mode, ook op latere leeftijd. Dat is natuurlijk logisch dat ik dat doe. Maar ook over kringlopen, over lifestyle. Allerlei soorten dingen. En ik heb er ook die naam bedacht van Storyvitel, omdat ik het heel graag wilde doen met anderen. Dus en Nicolette, mijn vriendin in Noorwegen, die schrijft heel dikwijls recepten daarvoor. En er zijn meer vriendinnen die daar hebben meegewerkt en stukjes ervoor hebben geschreven. Maar ik ging deze video's maken en nu worden deze video's ontzettend veel bekeken. Gemiddeld zit ik nu tegen de 1000 personen per keer. En dat is voor mij echt gigantisch veel. Terwijl die blog, die is een paar keer veranderd van vorm, maar is eigenlijk, naam is altijd ook hetzelfde gebleven. Dat was niet aan. Ik stuur het wel naar behoorlijk wat mensen, maar het wordt misschien 50 keer als gemiddelde bekeken. En ik denk dat ik dan echt geluk heb. Dat is natuurlijk niet in verhouding tot de video. En de video is dus onderdeel van de blog. Die zet ik ook altijd in blog. En die komt dus ook elke week uit. In de blog zet ik
per week 4, 5, 6 verhalen. Die ik voor het grootste deel, voor 90%, allemaal zelf schrijf. Dus dat is ontzettend veel werk. En in de zomer ligt dat altijd 2 maanden stil. Met kerst ligt dat stil, maar voor de rest is het eigenlijk altijd. Maar doordat dit zo'n groot succes wordt, dacht ik, ik moet het misschien anders doen. En ja, het is een lang verhaal, maar oké, zo zit ik een beetje in elkaar. Wat ik eigenlijk dus nu wil gaan doen, is dat ik dus op maandag dit soort video's plaats. En op donderdag dat ik dan een video plaats waarin ik verhalen vertel. Gewoon alleen maar verhalen vertel. Verhalen uit eigen werk die ik zelf heb geschreven. En ik heb nu 3 verhalen opgenomen. En het is eigenlijk het idee om dat dus komende, als jullie dit maandag zien, om het die donderdag, om dat dan te plaatsen en dan te kijken wat er gebeurt. Dit verhaal gaat dit niet vervangen, maar het is gewoon echt apart en ik lees letterlijk voor uit eigen werk. Verhaaltjes zijn kort, 1,5 minuut, 2 minuten hooguit. Dus korte verhaaltjes die gaan over de actualiteit, over dingen die ik meemaak, niet over politiek of zo. Ik bedoel, dat soort dingen, dat ga ik niet doen. Maar dat is dus eigenlijk het nieuwste idee. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden, hoe jullie erop reageren. Als jullie zeggen van Corrie, stop ermee, dan stop ik ermee. Dan doe ik het dus echt ook niet meer. Dan is dat klaar. Maar wie weet gaat dit de geschreven Storyvitel vervangen en wordt het dan alleen voorgelezen. Nou ja, dat was het zo'n beetje. Hierna, Anna Luisa komt volgende week. De spulletjes hebben ze opgestuurd. Ja, het gaat door, het gaat echt door. De spulletjes hebben ze opgestuurd en dinsdag krijg ik ze. Dus volgende week maandag zien jullie de spulletjes van Anna Luisa. Er komen natuurlijk filmpjes van de kringloop, van de restyling van de hal. En wat het dus niet geworden is en wat het wel geworden is. Want ik heb ook heel veel geoefend. Ja, ze verdorie 2 vierkante meter. En hooguit. En nou werkelijk, ik ben daar 4, 5 uur mee bezig geweest voordat ik het zo had dat ik dacht, oh ja, nou is het goed. En dan was ik het niet bezig met poetsen, maar echt van, oh ja, zal ik dit doen, zal ik dat doen, nog eens wat kijken, nog eens wat verzamelen. Nou ja, jullie gaan het zien. En jullie gaan ook de wc zien en nog iets van de kringloop. En dan zie ik jullie graag volgende week weer met een nieuw verhaal, met een Anna Luisa verhaal. En wie weet zien jullie mij eerst donderdag ook nog. Kijk maar, je hoeft niet te kijken, het maakt helemaal niet uit. Het is goed zo. Maar ik ben wel blij met al jullie support, met al jullie duimpjes, met alle reacties. Want dan weet ik wat er leeft en ik krijg heel veel positieve reacties. Daar ben ik echt super blij mee. Dus dank jullie wel daarvoor. En ik zie jullie graag in het volgende filmpje weer. Oké, dag! Nou, hier zit ik dan weer in het wc. Het is vandaag is het dinsdag. Ik ga heel even naar de stad iets halen voor mijn schilderprojecten. En ik ga naar de krullenkapper toe. Dus het zit nu ook een beetje matig. Maar ik hoop dus dat het over een paar uur geweldig zit. En het is dinsdag, hè? Dat had ik al verteld geloof ik. Oké, dit is mijn dinsdag verhaal. En er komt dus nog meer op. Of in ieder geval een foto hierna. Thank you.